Goedenavond allemaal bij de wedstrijd tussen Arethusa Heren 1 en Neade Heren 1 in de derde divisie D. We gaan beginnen met de gasten voor te stellen, waarbij we de aanvoerder hebben met nummer 12, Koen van Kemmenade. Nummer 1, Sjoerd Douwman. Nummer 2, Wout Visser. Nummer 3, Cas Forstenbos. Nummer 4, Thijs van Diemen. Nummer 8, Laurens ten Broeke. Nummer 9, Martijn Verhoeven. Nummer 10, Tom Weersink. Dan gaan we naar de coach. En dat is Alexander Papenelopoulos. Dan gaan we naar de thuisploeg, Arethusa. Met aanvoerder nummer 12, Luc van den Bessela. Nummer 1, Max Meijer. Nummer 2, Axel Vaas. Nummer 3, Brian van Breda. Nummer 5, Jip Ulijn. Nummer 6, Arthur Stolk. Nummer 7, Jasper van Galen. Nummer 8, Freek van Oorschot. Nummer 9, Karel van Erp. En dan hebben we nog nummer 13, Roel de Weert. Met als coaches Mireille Klaasens en Joop van den Heuvel. De wedstrijd staat onder leiding. Kan je zien, kan je zien. De wedstrijd staat onder leiding van F. Berens en H. Takken. Fijne wedstrijd. De mannen zijn zich nog aan het klaarmaken voor de wedstrijd. De scheidsrechters staan al in positie. En de wedstrijd kan ieder moment gaan beginnen. Nog even een oerkreet van de mannen van Neade om zichzelf op te peppen. Even wachten tot de tijd ook goed wordt ingesteld op het scorebord, zodat de wedstrijd ook gelijk goed kan starten. Nou, we hadden het net al over de mannen van Neade. Ze hebben 5 nieuwe spelers in het team. Het doel is de eerste helft van het seizoen om zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld te raken. Kijk. Maar laten we hopen dat de mannen van Arethusa er een stokje voor steken. En de eerste slag is voor Arethusa. Ze winnen de sprint. Vrije bal voor Brian van Breda.
Helaas gaat de eerste mis. Snel in de contra voor Blauw. Wel een mooie backbow van Roel de Weert. Alleen miste die net wat precisie. Het is altijd even aftasten in het begin. Welke tactiek leggen beide ploegen neer? Nou, je ziet dat Arthuizen probeert goed in de ballijn te liggen. Helaas een uitsluiting voor Freek van Oorschot. Blauw neemt de snel en helaas gaat hij over. En Wit de snelweg. Mooie lange paas van de keeper. De uitgestelde 5 meter. En het is een 5 meter. Nummer 4 maakt de overtreding. Thijs van Diemen. Nou, de aanvoerder zorgt voor een goede mogelijkheid om gelijk te scoren te openen. Steven is ook de topscorer al. Onze Luc van den Besselaar in 2 wedstrijden al 11 doelpunten gemaakt. En dit is nummer 12. En Arthuizen komt hiermee op een 1-0 voorsprong. Blauw speelt de bal goed rond. Maar ja, je ziet dat ze nog niet echt de paas naar de mid voor krijgen. De pressing ligt hoog. Ah, en een doelpunt van Blauw nummer 8, Laurens ten Broeke. Hij draait zich mooi langs de mid achterheen en schiet hem strak in de hoek. Arthuizen gooit er gelijk 3 nieuwe mannen in. Ik schat zo in om de intensiteit van het spel gewoon hoog te houden. Helemaal gezien het feit dat Nayar natuurlijk maar 1 wissel heeft. Ja, als ze gewoon kunnen blijven zwemmen heel de wedstrijd, dan hebben ze natuurlijk een groot voordeel, de mannen van Wit. Brian van Breda naar Artie Stolk. Maar dat Axel Vaas hem net niet kan controleren. Daardoor de bal tegen de achterlijn en balbezit voor Najade. Je ziet dat de mannen van Witte Pressing goed hoog proberen te houden. Ze blijven goed druk geven. Proberen clean te verdedigen. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Kijk, goed in de ballijn gelegen door Artie Stolk. Artie die weer terug is na een tijdje. Hij heeft de coach goed overtuigd van zijn kwaliteiten dat hij in het eerste thuis hoorde. Wit speelt de bal rustig rond. Kijken of ze kunnen schieten of misschien dat paasje op de mid voor. En mooi tegengehouden door de keeper van Blauw. Sjoerd Douwen. Blauw had een man meer door. Helaas hebben ze niet de vrije man kunnen vinden. Maar ze houden het balbezit. Maar ja, Wit onderschept. Goede interceptie van Axel Vaas. Ze speelt de bal gelijk door naar Roel de Weert, die vrij over de rechte vleugel kan komen. Arthuizen in de contra, in de middenbrein van Breda vrij. En ja hoor. Mooi doelpunt. Je ziet hier dat ze mooi snel spel spelen. Dan komen ze er vanaf. Mooi doelpunt van Brian van Breda, die de score naar 2-1 brengt. Na 3 seizoenen is Brian weer terug op het oude nest. Hij heeft een tijd bij PSV gespeeld. Daar op een hoger niveau actief geweest. En kan dit jaar hopelijk van grote waarde zijn voor het team uit Os. Gelijk weer frisse krachten erin bij Arthuizen. En Blauw speelt de bal terug naar de keeper.
Ze weten elkaar nog niet echt te vinden. En dat komt mede door die pressing van Wit die ze erop gooien. Ja, zo zijn ze toch alweer 15 seconden kwijt uiteindelijk. Voordat uiteindelijk ze pas voor het doel van Arthuis uitkomen. 5 seconden nog om een aanval af te ronden. Einde tijd om. Waardoor Arthuis weer de kans heeft om een doelpunt te maken. En helaas gaat de bal tegen de lijn, waardoor Blauw weer in de aanval gaat. En ook nu zie je weer dat de keeper de bal redelijk lang vasthoudt. De bal gaat op de mid voor. Lukt het hem? Hij draait er goed omheen. Helaas heeft hij niet voldoende controle over de bal, waardoor Wit de bal weer kan onderscheppen en ze weer in de tegenaanval gaan. Ja, goed opgelet ook van Karel van Herp, die zijn buurman Freek van Oorschot ondersteunde, waardoor de nummer 8 van Jade, Laurens ten Broeke, niet tot zijn tweede doelpunt kon komen. Ook onze midvoor, Luc van der Berselaar, lukt het helaas niet om die bal in de goal te krijgen. Zo gaat het lekker een beetje heen en weer. Nou ja, je ziet denk ik ook wel, Sjanneka, dat ze de Luc ondertussen ook wel kennen. Dat je die niet te veel ruimte moet geven, want dan anders draait hij ze er zo in. Ja, ja, deze teamspelen naar mij weten echt al heel lang tegen elkaar. En dan ken je op een gegeven moment wel hoe iedereen een beetje speelt en wat iedereen's favoriete positie is ook. En de 30 seconden zit er helaas weer op voor Blauw. Het doelpunt telt niet, omdat hij buiten de tijd was. Nou, het is er wat man meer. Kan Karel daar iets mee? Ze krijgen alle tijd van Blauw. Ja. En hij, Karel van Erp, gooit het doelpunt erin. Wat de stand op 3-1 maakt voor Arethusa. Karel die met zijn overzicht en techniek druk bezig is een vaste waarde voor het team te worden. Hij speelt over de rechterkant. Snel, wendbaar. En dat zie je ook wel uit het doelpunt wat eruit valt. Tussenstand ondertussen 3-1 voor de heren van Arethusa. De pressing ligt hoog. Nou, je ziet ook dat Blauw daar toch wel moeite mee lijkt te hebben. Ze krijgen de vrije ballen wel goed mee van de scheids. Maar ze kunnen ze nog niet echt kwijt aan hun teamgenoten. Maar nu lijkt er een mooi doelpunt te vallen. Van Blauw nummer 3. Nummer 3. Kas van Vorstenbos. Pikt zijn doelpuntje mee. Nou ja, en Najade is ook. Er zitten nog 4 spelers die vorig jaar ook in het eerste van Najade speelden. 2 spelers speelden vorig jaar in Heren 2 en 3 zijn helemaal nieuw bij de vereniging. Dus het is ook nog wel even wennen voor ze, denk ik zo, aan het begin van het seizoen. Ja. Maar Blauw is er snel vanaf deze keer. Weten ze het om te zetten naar de gelijkmaker? Lijkt erop, maar een heel mooi tegengehouden door Max. En Max is ook al jaren kracht in het eerste. Hij doet het nu al een aantal jaar. Maar wie weet krijgt hij binnenkort concurrentie van de nieuwe telgen onder ons. Ja, we hebben natuurlijk Jesper Smitsen die in de B-jeugd kiept. Die zich sterk ontwikkelt, ook bij de heren meetraint. Dus wie weet kan hij binnen korte tijd de concurrentie wel aangaan met Max. Je ziet wel dat die keeper van Blauw, Sjoerd Douwman, maar die houdt ze er toch wel goed uit, al die balletjes van onze midvoor. Hier komt Max ook weer goed ver uit zijn doel. En dat resulteert dat Arethusa eigenlijk met een man vrij door is. Dan gaat Jip over de rechterkant. Arethusa en een man meer. Axel creëert ruimte voor hem. Helaas gaat hij op de paal. Dat geeft weer kansen voor Blauw. Ja, je ziet dat het dan ook een beetje vast blijft liggen. Hè? Het zijn alle blijven daar in het midden elkaar opsluiten.
Waardoor er uiteindelijk nog maar één kans is en dat is dat Jip ook moet schieten. Waar de keeper zich ook al helemaal op kan richten. Een slechte paas van Blauw en een uitsluiting van nummer 2, Wout Vissers. Maakte dat Arethusa misschien nog in die laatste seconde kan scoren. En we krijgen ook nog een 5 meter. Die gaat voor Blauw nummer 12, Koen van Kemmenade. Ja, en je ziet ook mooi hè, in de nieuwe regels dat de scheidsrechter zijn hand omhoog houdt. Oftewel, hij, op het moment dat het geen doelpunt wordt, dan weet je dat je beloond wordt met een strafworp. En zit het doelpunt wel, nou goed, dan hoeft hij die strafworp niet te geven. Waardoor je altijd je actie af moet maken. En nummer 12, Luc van der Besselaar, scoort hem. En dat maakt de stand 4-2 met nog 9 seconden op de klok. Dus Najade heeft nu nog 9 seconden om snel die bal naar voren te werken en te scoren. Iedereen moet eerst op de eigen helft liggen voordat ze mogen beginnen. Met 4 seconden. Kijk. Mooi onderschept door Axel Vaas. En het schot leidt helaas tot niks. Het einde van het partje eindigt op 4-2 in het voordeel van Arethusa. Ja, en Axel die heeft van die mooie lange uitschuifarmen. Dus dat doet hij eigenlijk hartstikke mooi daar de kans die nou ja, de dag te hebben gelijk om zeep te helpen. Nou, 2 minuten rust voor de mannen. Om even weer op adem te komen. Gedurende deze pauzes vertelt de coach even aan de teams wat ze beter kunnen doen. De laatste tips en aanwijzingen worden altijd even gegeven. En het is voor de mannen natuurlijk ook een mooi moment om even bij te komen van die zware inspanning die ze altijd moeten leveren. Ja, en de naam van de coach van de tegenstander was natuurlijk een ware tongbreker. Het lijkt een Griekse achtergrond te hebben. En met zoveel passie staat hij ook wel langs de kant zijn team aan te sporen om het beter te doen. Nou, de spelers, wat er wel een leuk weetje is, de spelers van Najade, die komen elke wedstrijd met jasje dasje naar de wedstrijd. De Najade das is azuurblauw met goud. Ze hebben ook een vaste teamdrank van de heren en dat is Bokma. Ze hebben ook een eigen verenigingshuis waar ze ook regelmatig hun feestjes kunnen vieren. De mannen van de jaren gaan er alweer klaar voor liggen. De heren van Arethusa die springen er ook in. En dan gaat de tweede periode van 7 minuten dadelijk weer van start. Op dit moment ook nog niet een hele ingewikkelde wedstrijd voor de scheidsrechters. Hè, als we dit zo zien. Nou ja, vanuit mijn oogpunt als scheidsrechter zou ik zeggen dat elke wedstrijd als een scheidsrechter wel ingewikkeld is, hoor. Je moet toch altijd alert blijven. Ja, maar het gaat er nog niet verhit aan toe, laat ik dat zo zeggen. Nou, Karel van Erblik klaar om op te zwemmen van de kant van Arethusa. Kijken. De sprint is begonnen. Van Thijs van Diemen van Najade. En Blauw heeft de bal. En ze gaan gelijk door naar de aanval. Bij bal van Martijn Verhoeven. Koen van Kemmenade probeert de vrije man te vinden. Er is een beetje een worsteling aan de gang, maar hij komt tot de schot. Helaas gaat hij net over. Dan lijkt hij aan de hand te zijn met Freek. Hij zwept naar de kant om even te wisselen. Arethusa ondertussen in een man minder. Alleen Najade heeft er nog niet
op die manier ingeschat. Blauw heeft hem mooi onderschept. Arethusa is weer op volle sterkte. Nou, de aanvoerder stuurt goed Atu door. Waardoor Luc van der Beslade met achterpositie overneemt. En hier kun je weer mooi zien dat Arethusa die pressing scherp probeert te houden. Dat ze tussen de bal en een mannetje proberen te blijven. En weer kan Cas Vossenbos tot de schot komen. Wat gekeerd wordt door keeper Max Meijer. Brian houdt het balbezit. Ligt er mooi voor. En helaas kan de counter ook geen uitsluiting brengen. Maar Blauw is met de man mee door, Richard. Ja, en weet je, dit moet gewoon een doelpunt zijn. 1-0. Juist. En zeker. Cas Vossenbos die maakt hem. Waardoor Nayade terugkomt tot 4-3. Dat houdt de spanning er lekker in. Kijk, en als je niet 2-1 uitkomt, dan heb je als enige verdediger, ja, je moet gewoon een speler kiezen. Waardoor de keeper zich kan focussen op de handen. In de hoop dat hij van daaruit de 1-0 lang kan blijven staan en hem tegen kan houden. Maar goed, Koen van Vossenbos was hem net onze keeper te slim af. Of ik zei Koen, het was Cas van Vossenbos natuurlijk. Maar what's in the name? En ondertussen is Wit weer in de aanval. Je ziet dat ze het spel eigenlijk de hele tijd via de rechterkant proberen op te bouwen. En ze vinden Roel van Weert wel op de midvoor. Maar de verdediging zat er scherp op. Ja, Roel wisselt samen met Luc de midvoor af. Proberen ze samen af te wisselen. Roel ook in de eerste twee wedstrijden al goed voor 6 doelpunten. Maar op dit moment staat de teller nog op 0. Goede uitbraak van Arethusa. Mooie bal over de hele. Helaas kan Jip hem net niet vangen. En dan lijkt de man meer wel klaar. Maar mooi schot nog van 8 uur. De keeper heeft hem ook heel mooi gekeerd. En de bal is weer voor Blauw. Nou, je ziet dat die keeper van Blauw, Sjoerd Douwen, er toch wel de hele tijd lekker tussen zit. Nou, wat je nu ziet is dat de gaten tussen de eerste lijn en de tweede lijn toch wel groot worden. Hè, waardoor het Arethusa snel de bal kon onderscheppen en in de contra weer weg kan. Axel Vaas die door het midden kan opstomen. Zijn weer met de man weer door. En hij scoort hem. Axel Vaas scoort de 5-3. Ja, die kansjes kun je wel aan Axel besteden. Ja. En dan zie je ook dat Arethusa het eigenlijk wel een beetje moet hebben van de snelle omschakeling. En de snelheid die ze in het team hebben. Ze wisselen ook vrij snel door, waardoor iedereen een tempo goed hoog kan houden. Maar goed, en de heren van Arethusa doen er natuurlijk ook alles voor door de week om dat tempo goed hoog te houden. 3 trainingen die ze hebben in de week. Nou, uitsluiting voor Brian van Breda met nummer 3. En de bal gaat snel op en neer bij Blauw. Dit is de kans wel voor Blauw om het gat een stukje kleiner te maken. Ze zoeken goed de vrije man. Ze komen tot een mooi schot. Dat helaas gekeerd wordt door de lat. Snelle uitbraak weer van Wit. Roel de Weert. Maar ook die schiet tegen de lat. En ook nu kun je weer mooi zien wat Richard net zei. Dat Blauw toch wel een beetje achter blijft liggen. Dat ze moeite hebben om die laatste 2-3 mensen ook aan te sluiten. Nou, goed voorbeeld van nummer 10 die nou aan de bal is, Tom Weersink. Duurt een hele tijd voordat hij aansluit en uiteindelijk moet hij van 9 meter schieten. En dan kan Arethusa in de contra. En je ziet dat Brian snel weg was. Maar hij wordt heel mooi tegengehouden door Blauw nummer 4, Thijs van Diemen. En ze zijn ook snel weg, Blauw.
Nummer 2, Wout Vissers, krijgt het helaas niet voor elkaar om te scoren. Waardoor ja, nu echt een beetje heen en weer wedstrijd aan het worden is. Ze krijgen allebei de teams krijgen genoeg kansen om te scoren. Het is nu alleen de vraag wanneer ze erin gaan. Ja, het is een beetje een onrustige fase. Hè. Belangrijk voor de heren van Arethusa om het motto van hun coach simpel waterpolo goed vast te houden. En er is weer een schot op de paal geweest. Die brengt voor beide teams toch wel een uitkomst deze wedstrijd. Anders was de stand een stuk groter geweest. Je ziet dat de laatste lijn van Najade niet meer over de middenlijn heen komt. Axel die hoog stoort en daarmee de vrije bal op krijgt. En je ziet dat Arethusa weer snel weg is. Luc van der Besselaar ligt dit keer voor zijn mannetje. En een hele mooie intikbal door Freek van Oorschot. Subtiel balletje. Sjoerd Armen kon er net niet bij. Hij baalt ervan. Dat maakt wel dat Arethusa nu een klein gaatje geslagen heeft. Het is inmiddels 6-3 in het voordeel van Arethusa. Dus om de spanning hoog te houden zou het wel mooi zijn als Blauw er ook weer eens eentje ingooit. Goed, het motto waar we het toen straks over hadden. Hè? Simpel waterpolo spelen, foutloos spelen. Nou, foutloos is het nog niet helemaal, hè? Maar... je ziet dat ze van daaruit toch wel weer scherp zijn om de fouten die er gemaakt worden ook wel weer snel op te vangen. Ja, dat wordt heel netjes verdedigd. En je ziet dat de bal dan ook weer teruggaat naar de keeper. En dat kost eigenlijk gewoon wel heel veel tijd in het waterpolo. Dat wil je eigenlijk altijd wel proberen te voorkomen. Goed weer meegeholpen van Karel van Erp. Gelijk de uitbraak van Arethusa via Freek van Oorschot over de rechterkant. Komt in een 1-0 op de keeper af. En hij maakt de 7-3 voor Arethusa, Freek van Oorschot. Nog iets meer dan 1 minuut op de klok dit partje. En misschien zien we dan nu al een klein beetje de eerste tekenen van de vermoeidheid van Blauw. Ze hebben natuurlijk maar 1 wissel bij zich, waarbij Arethusa iets meer kan doorwisselen. Blauw probeert goed aan te sluiten, probeert door middel van het zwemmend bewegen toch wat ruimte te creëren aan de voorkant. Zo'n worsteling op de midvoor. Die krijgen ze nog niet echt goed gevonden, die midvoor. Ja, en de tijd tikt ondertussen verder. Hè. Nog maar 7 seconden voor de aanval. Hoor. Max die een strafworp creëert. Ja. Dus helaas een... Dat is ook een van de nieuwe regels dit jaar. Als keeper mag je eigenlijk een stukje minder fel uitkomen. Als de bal voor de spelers ligt en je gaat erop af en je pakt hem, dan is eigenlijk altijd een 5 meter. Laurens ten Broeke van Najade die klaar ligt om de straf op te nemen. Mooi gekeerd door Max. Maar hij krijgt een revanche. En nummer 8, Laurens ten Broeke, die maakte 7-4. Ja, eigenlijk wel zonde, hè? Want als je dan ziet dat er daar toch nog drie witte wel bij in de buurt liggen, dan hebben ze net wat te ver afstand om dan de rebound nog af te kunnen vangen. Maar goed. Ook dat is nieuw dit seizoen, Richard. Ze mogen niet meer op de 5 meter liggen, maar ze moeten een meter erachter liggen, op de 6 meter. Ja. En dan zijn dit gewoon de consequenties die we daarvan ervaren. De scheidsrechter laat er veel toe op de midvoor en de midachter aan beide kanten. Dat maakt ook dat er vanuit die acties gewoon een stuk minder gescoord wordt deze wedstrijd, lijkt het wel. Hier gaat Jasper van Gaal er iets te ver overheen, waardoor een vrije worp krijgt voor Blauw. Met nog 5 seconden op de klok kan Arethusa misschien nog tot de schot komen. Helaas, dat is er niet gelukt. De eindstand van dit partje is 7-4 in het voordeel van Arethusa.
Ze gaan wisselen van de helft en ze hebben weer even 2 minuten pauze om bij te komen en te horen wat de coaches te zeggen hebben. Ja, dan zie je de eerste periode 4-2 voor Arethusa. De tweede periode hebben ze dan afgesloten met 3-2, hè, waardoor de tussenstand dan 7-4 is. Hè. Het ligt dicht bij elkaar, maar dat komt ook meer door het op en neer snel bewegen van het spel. En dan net niet die bal in die eindfase goed kunnen krijgen, waardoor uiteindelijk ook het beloond kan worden met een doelpunt. Nou, ondertussen zien we hier natuurlijk allemaal mooie borden staan ook. Van allerlei verschillende sponsoren die dit prachtig hebben aangekleed. We zien interactief. Met ambitie voor online oplossing, compleet print, interieur, design en drukwerk, Medifit. Die al jarenlang een bijdrage levert aan Arethusa. In de vorm van ondersteuning, fysiotherapie. Maar ook trainingsschema's. Hè. De heren trainen volgens mij ook hè, nog op hun flexibiliteit. Hè, en hun, De heren die trainen 1 keer per week bij Medifit onder leiding van een personal trainer. Waar ze inderdaad aan hun lenigheid, maar ook zeker aan hun kracht werken. Nou, dan zien we nog Van Schuino met spot- en bedrijfskleding, Car Service Os. En het bod van de karakterfaculteit. Nou, en de coaches van Arethusa, Joop van der Heuvel, zijn tweede jaar bij Arethusa. En hij doet het samen met Mireille Klaasens van Lieshout. En Mireille die zit ook meer op de sportcoaching. En samen zijn ze echt wel een goed duo, wat de heren goed kunnen gebruiken. Ja, ze gaan ook al lang terug. Hè. Volgens mij toen Mireille zelf nog speelde in een... grijs wil ik niet zeggen, hè, want het is altijd gevoelig. Hè, maar al eventjes terug. Toen was Joop nog trainer bij de kring, wat nu ondertussen de WOC heette. En toen Joop hier startte, was er onmiddellijk de wens om samen met Mireille om de coaching op te pakken. En ze zijn een duo wat elkaar sterk aanvult, het team steeds beter maakt. Waarmee mogelijk het kampioenschap ook wel in het hun doel is die die mannen willen bereiken. En de mannen liggen er weer klaar voor, het startschijn is gegeven. Even kijken wie de sprint nu wint en hij is wederom voor Blauw. Dus Blauw schiet uit de startblokken. Ja, Tom Weersink van, dat is een snelle vogel. Freek onderschept hem wel mooi. En een uitsluiting voor Blauw 4, Thijs van Diemen. Volgens mij is dat zijn tweede P al. En Freek van Oorschot met een neusje voor de goal maakt hier... Uiteindelijk de 8-4. Dat is een derde doelpunt alweer van de wedstrijd. Maar goed, een goed begin van Arethusa deze periode. Door gelijk al binnen 25 seconden het doelpunt te maken. Je ziet aan het begin van dit partje, dat probeert steeds meer aan te sluiten. Proberen goed mee te doen. Hier zit Axel wel heel goed tussen de bal. En Wit was alweer weg. Jammer dat net die Tater eraan zit. Ja, keeper die ook hier weer te fel erin gaat. En wederom een uitsluiting voor de keeper nu. Nou moet nummer 12 van Blauw wel goed gaan oppassen. Want als je als speler in de goal gaat liggen, mag je slechts met 1 hand blokken. Arethusa die zich opstelt in de 4-2 opstelling. Je ziet ook Brian van Breda links, die nou de bal krijgt, ook dieper liggen. Want de nieuwe spelregel is dat je binnen in de 2 meter mag liggen. Zolang je maar niet binnen het doelblok komt, wat daar aan de zijkant nog de 2 meter kleiner is geworden, waardoor je dieper kunt gaan liggen. Ja,
En je ziet nu ook weer dat Blauw eigenlijk echt wel moeite heeft met de verdediging van Arethusa. Arethusa zit er snel op. Dat maakt eigenlijk dat ze wel geregeld die 30 seconden uitspelen. Helaas was de paas van Jip naar Brian iets te ver. Waardoor Blauw weer in de aanval is. Ja, en ik denk als Brian even een slag extra door had gezet, dat hij ook wat meer de ruimte had gekregen om die bal goed aan te kunnen nemen. En waar Blauw net heel scherp mee naar voren ging, blijft er nu weer een paar achter. En dat maakt het voor de aanval wel een stuk lastiger. Maar nummer 3, Cas van Vossenbos, weet wel een net te vinden door heel slim weer om de mid-achter heen te draaien. En dat is ook al het derde doelpunt van Cas van Vossenbos. Nou, brengt de stand in deze periode op 1-1. Hè? En de totale stand op dit moment 8-5 in het voordeel van Arethusa. Nou ja, die zich wat lijkt te herpakken, wat compacter gaat spelen. En we krijgen een 5 meter. Roel weet hem goed te versieren. Blauw nummer 4 maakt de strafworp, Thijs van Diemen. En dat maakt dat hij zijn derde persoonlijke fout heeft. Dat betekent eigenlijk dat hij de rest van de wedstrijd niet meer mag spelen. Hij zal nu eerst moeten wisselen voordat de strafworp genomen mag worden. En dat maakt ook gelijk dat de wissels bij Nayade daarmee op zijn. Hè? Dus ze zullen nog best wel een lange tijd zo door moeten spelen met 7 man. Hoe de weer die klaar ligt, wachtend op het fluitsignaal. En hij schiet op de paal. En dat maakt dat Blauw weer snel in de aanval kan. Nummer 12, Koen, die was snel weg aan de rechterkant. Dat is jammer dat Jasper daar nog de bal tegen krijgt. Oh, dit doet hij heel netjes, de nummer 8 van Nayade. Laurens ten Broeke. Hij gooit er heel mooi in, mooi met vooractie. Wat ja, mooie backwarp. En dan ben je als keeper, zie je hem gewoon heel laat aankomen. En als hij dan ook nog zo goed in de hoek geplaatst wordt, dan is het eigenlijk voor een keeper ook niet meer te doen. Dat maakt wel dat de spanning een beetje terug is in de wedstrijd. Dus het is op dit moment 8-6 in het voordeel van Arethusa nog. Maar nou ja, er zit er wel lekker in dit partje. Ja, de scheidsrechter geeft aan dat het te lang duurt. Hè, waardoor Blauw de vrije bal krijgt. Dus, het waterpolo is wel een spot waar het tempo erin moet zitten. Dus als het te lang duurt bij een vrije bal of bij een bal uitnemen na een doelpunt, dan krijg je gewoon daarbij een vrije bal tegen. Hij zit hier weer een mooi mid voor doelpunt van Blauw nummer 8. Laurens ten Broeke. Je ziet die scheidsrechters laten nog steeds best wel veel toe op de mid voor mid achter. Ja, je ziet ook dat hij best wel hoog met zijn arm eigenlijk tegen het hoofd van Brian van Breda aan zit. En de scheids vindt het oké. Okay. Zo zie je dat Nayade toch langzaam dichterbij kruipt. Ondanks dat ze geen wissels meer hebben, is het misschien het spelen in een bepaald ritme met de 7 spelers die ze nog hebben ook een uitkomst voor ze. En Luc schiet hem ook mooi binnen op de midvoor. Ook met die backwarp waar we het net over gehad hebben. En volgens mij kwam hij zelfs via het hoofd van de keeper nog in de goal. Dat maakt dat Arethusa weer een klein gaatje geslagen heeft. 9-7. Met nog ruim 3 minuten op de klok in deze periode.
Ja, en voor het hoofd denk ik ook een goed doelpunt. Hè. Als je, want nou ja, de heeft er toch een paar achter elkaar weten te maken. Dat je dan even die opmars kunt breken. Door er zelf ook één in te leggen. Maar goed, blijkt wel dat Najade zich nog lang niet gewonnen heeft. Maar dat zie je heel vaak in het waterpolo. Hè? Ook al sta je nog zo ver achter, je zal altijd blijven vechten voor dat ene doelpuntje. Net zoals deze. Hij wordt er heel mooi ingezwommen zelfs. Door nummer 8 wederom, Laurens ten Broeken. Volgens mij heeft Laurens er zin in gekregen. Die is dit prachtje goed op dreef. De ene na de ander scoort hij er mooi in. En eerst zag je dat de nummer 3, Kast, die ging heel mooi ver naar voren. Waardoor het voor Laurens ook toegestaan was om in de 2 meter te gaan liggen. Arthusa die de aanval weer opzet. Najade die wat terugvalt. Wederom heel mooi met voordoelpunt. Deze keer van Roel de Weert. En zo pikt Roel ook deze wedstrijd weer aardig zijn doelpuntjes mee. Nou, je ziet dat Najade probeert de tactiek wat te veranderen. Hè. Ze proberen de drukte wat af te halen. Waardoor de tweede lijn de bal ook makkelijker vanuit Arthusa naar de midvoor kan spelen. Ja goed, en dan zie je dat die kansen wel besteed zijn aan de midvoors op dit moment. Ja, en met Luc en Roel hebben ze natuurlijk wel echt twee sterke midvoors te pakken. Weer een mooie onderschepping van Roel. Hij zwemt direct naar de goal toe. En hij schiet hem er ook zelf heel mooi in. Tweede doelpunt van Roel van de avond. Wat de tussenstand op dit moment op 11-8 brengt. En dan zie je waar Najade net eigenlijk heel scherp terugkwam. Begint Arthusa nu toch weer een klein gaatje te forceren. Ja, dan speelt de bal rustig rond. Probeert die vrije man te vinden. Maar hij paast hem naar onze Arthur. Die meteen scherp weg is. Goed om zich heen kijkt naar het midden. Waar Freek eigenlijk vrij doorkomt. En via Axel gaat hij mooi in de goal. Hele snelle aanval. Goed uitgevoerd. Ze bleven allemaal om zich heen kijken naar die vrije man. Nou ja, dat die een time-out aanvraagt. Dat betekent dat we even een minuut onderbreking hebben. Waarin de coach van Najade zijn team even weer wat instructies kan geven. Je zag net ook bij het doelpunt van Axel Vaassen. Je zag het net niet op de beelden. Maar ze laten een mannetje van Najade gewoon voor de goal van Arthusa liggen. In de hoop dat de bal misgaat. Waardoor ze in één keer de paas eroverheen kunnen geven. En die speler in 1-0 kunnen leggen. En zo'n time-out is voor Najade natuurlijk ook even een mooi moment om bij te komen, aangezien ze dus geen wissel meer hebben. Is het ook gewoon even in de periode een moment van rust om dadelijk weer te kunnen knallen. Het schijnt trouwens dat de spelers van Najade ook verschillende bijnamen hebben. Zo heeft de aanvoerder nummer 12 Koen van Kemmenade als bijnaam Koen Kardashian. En zo... Waar die vandaan komt, geen idee. Maar het kan misschien tot de verbeelding leiden als we aan het woord Kardashian denken. En zo hebben we Thijs van Diemen met nummer 4. Die noemen ze Ronnie. Waarbij ze zelf ook geen idee hebben waar die naam vandaan komt. Maar goed, zolang ze ernaar luisteren, ja, werkt het, hè. En de time-out die is voorbij. Blauw die begint weer met opstellen. Ja, en je ziet na zo'n time-out dat je dus gelijk op de helft van de tegenstander mag gaan opstellen. Hè, waardoor je al een bepaalde afstand niet hoeft te overbruggen en gelijk in de opstelling kan gaan liggen. En
En ze zijn weer aan het zoeken naar die paas op de midvoor. En we krijgen een 5 meter. Brian van Breda die veroorzaakt de 5 meter. Hij schijnt het hoofd vast gepakt te hebben van blauw nummer 2, Wout Vissers. Het is een beetje onrust over wat er precies aan de hand was. Maar Tom Weersink die zwemt naar de bal om te kijken of hij de 5 meter kan scoren. Ja, dan maakt dat Brian ook op scherp staat, hè, met zijn tweede uitsluiting. En hij schiet hem prachtig via het water, schiet hij hem binnen. Het is het eerste doelpunt voor Tom Weersink. Ja, en zo zie je weer dat Arethusa, nou ja, dat zijn altijd spannende wedstrijden, hè. Het blijft altijd dicht bij elkaar. Ondanks dat ze dan in de stand gedurende het seizoen wat verder uit elkaar lopen, dat de onderlinge wedstrijden toch wel altijd spannend blijven. Hier een iets wat slordige plaats van Arthur. Wat eindelijk meteen resulteert in een snelle counter van Najade. Cas Vossenbos die gaat ervoor. Vrije bal voor Najade. Najade die toch wel weer wat grotere afstand krijgt, maar wel er goed in blijft starten. En toch van daaruit het doelpunt kan maken door Laurens ten Broeke. Goed ingestart, waardoor hij uiteindelijk de bal ook aangespeeld krijgt door zijn teamgenoten en hem ook goed afdrukt. En dat maakt het al het zesde doelpunt voor Laurens ten Broeke. En daarmee maakt hij het ook wel weer extra spannend. Het is nu 12-10 in het voordeel van Arethusa. Met nog iets minder dan 1 minuut op de klok in deze periode. Ja, en Najade die toch alleen al in deze periode 6 doelpunten heeft gemaakt. Paas goed doorzien door Laurens ten Broeke. Brian van Breda speelt weer terug naar Carl van Erp. Tijd begon te dringen. Die paas die was iets te ver, waardoor onze keeper Max Meijer er goed tussen zat. En die doet eigenlijk precies hetzelfde. Ook die gooit iets te ver. Waardoor de laatste 10 seconden blauw nog in de aanval is. Het gaat nu even snel op en neer. Ze proberen die laatste seconden goed uit te spelen. En Karel van Erp die schiet nog in de laatste seconde. Maar die wordt gekeerd door de lat. Dat maakt dat het in deze periode de eindstand 12-10 is. De mannen krijgen weer even 2 minuten rust. De coaches die gaan weer een hele hoop vertellen waarschijnlijk. En dan gaan wij ons opmaken voor de laatste periode. Het zou mooi zijn om eens een microfoon bij de bank te hebben, zodat je de laatste aanwijzingen van beide coaches mee zou kunnen krijgen. Joop van den Heuvel, die zijn mannen toespreekt. Als je kijkt naar het spel in deze derde periode, schat ik zo in dat het daar gaat om zuinig spelen, precies spelen. Dat de ballen die je hebt, dat je die ook gelijk onder controle kan hebben. Maar aan de andere kant zie je ook heel veel gebeuren, hoor, Richard. Zeker. Dan zie je echt dat Griekse temperament misschien een beetje terugkomen met heel veel grote handgebaren. Om zijn mannen nog even wat laatste moed toe te spreken.
Want ze zullen toch nog één partje moeten knallen. Ja, en een 12-10 achterstand, twee doelpunten achterstand, betekent nog steeds dat de wedstrijd niet gelopen is. Nee, zeker niet. Het kan nog alle kanten op. En daarom is die eerste bal misschien nu wel extra belangrijk. Als Blauw hem wederom weten hebben en ze kunnen de gelijke doelpunt uitscoren. Voor Arethusa gaat Roel de Weert opzwemmen. Het signaal voor de laatste minuut. Bij Najade Tom Weersink, die net ook de bal had, ligt ook weer klaar om het duel aan te gaan. En daar gaan ze. Het eerste fluitsignaal is gegeven. En ook dit keer lukt de Blauw wederom om die sprint te winnen. En mogen ze de eerste 30 seconden in de aanval. En wederom zit Axel er heel mooi tussen. Een katachtige beweging noemen ze dat, hè. Die uitschuifarmen van hem. Freek van Oorschot voor de goal. En hij maakt het doelpunt waarmee het gaatje op 3 brengt. En zo zie je dat Axel had de bal onderschept. 1 paas en het doelpunt kan er alweer in zitten. Waterpolo hoeft niet ingewikkeld te zijn, Janneke. Ja, het kan heel makkelijk zijn. En Karel gaat er iets te ver bovenop, waardoor er een vrije bal is voor Blauw. Nou ja, dan probeert die bal hier goed rond te spelen. Ik gok dat ze de midvoor weer proberen te vinden. Want Laurens ten Broeke ligt weer op de midvoor en die heeft toch al 6 keer kunnen scoren deze wedstrijd. De tijd begint wel een beetje te dringen. Ze hebben nog 5 seconden om tot de schot te komen. Kas draait er weer mooi omheen en komt tot de schot. En ondertussen ligt Arethusa met 1 man vrij voor de goal. En is het Roel de Weert die als een kanonskogel schiet. Maar hij wordt echt super netjes gekeerd door de keeper Sjoerd Douwen. En dat levert Arethusa dan een 2 meter op. Hè? Roel de Weert die de bal gelijk neemt. Waardoor hij ook aangevallen mag worden na Luc van der Besselaar. En als een echte midvoor legt hij de bal achter de keeper van Najade. Waarmee het gat op 4 zit. Arethusa wordt er gelijk weer doorgewisseld. Jipulijn die er weer induikt. Is nog een jeugdspeler eigenlijk. Hè? Maar met zijn aanwezigheid ben je zeker van een aanspeelpunt. Die met overzicht en status is de bal wel precies op de goede plek neer te leggen. Hij heeft ook ervaring opgedaan in de jeugd, in de eredivisie, bij onder andere Polarbeers. En hier zag je dat Jip er eigenlijk heel mooi tussen zat, maar Blauw net wat sneller reageerde, waardoor ze toch de bal behouden. Een hele mooie paas van Kas op Koen, wat resulteert in een mooi doelpunt. Ja, het was een mooie intik. En dan zie je dat ze net niet scherp genoeg in die ballijn liggen, hè, waardoor die paas kan komen. Hè. En ze dan ook heel snel de midvoor weten te vinden. Ja, maar ook die actie van Kas die eraan vooraf ging. Dat hij heel diep ligt eigenlijk weer richting die 2 meter. En toch op de een of andere manier onze mannetje weet te draaien om die bal te ontvangen. Hier wordt er heel goed verdedigd door Blauw nummer 9, Martijn. Waardoor Najade weer in de aanval is. En dan wordt Arethusa misschien toch een beetje slordig. Ze verliezen toch al snel de bal ondertussen. Ook hier weer zitten ze net niet helemaal lekker in die ballijn. Waardoor ze Najade eigenlijk de kans geven om gewoon lekker te spelen. Ja, Najade probeert nu steeds meer de bal over de hele te gooien. Hè, dat ze daardoor ruimte krijgen op de midvoor.
om van daaruit vrij voor de goal uit te komen. Ja, ze komen net niet in deze 30 seconden tot een aanval. Jip Jolijn met de bal. Nou, er gebeurt van alles daar op de midvoor, maar de bal zijn we in elk geval kwijt. En die is in bezit van de keeper van Najade. Nou, wat me in deze wedstrijd dan eigenlijk wel opvalt, is dat er niet zo heel veel persoonlijke fouten worden gemaakt. De meeste die we gezien hebben zijn denk ik wel de 5 meter fouten. Ook hier zit Axel Vazer weer heel goed tussen. Maar Brian die maakt een overtreding waardoor de bal voor blauw is. En de nummer 8, Laurens de Broeke, met een heel mooi lopje weet te scoren. Ja, ondertussen al het van... Hij heeft nummer 8, maar hij heeft ondertussen ook 8 doelpunten erin gelegd bij Najade. Het goudhaantje van de club uit Eindhoven. En ondanks dat het doelpuntenverschil net 4 doelpunten was, is Najade toch weer mooi teruggekomen tot 2 doelpunten. Ze geven de strijd nog niet gewonnen. Van Breda die vrij wordt gelaten. Ze zakken af zodat de bal niet naar de midvoor kan. En je ziet dat blauw 8 heel bewust achter is blijven hangen om te kijken of ze nu kunnen scoren. Freek die gaat er als een speer naartoe, maar lukt het hem om op tijd te zijn? Hij is net te laat. En dat is alweer het 9e doelpunt voor Laurens ten Broeke. Waardoor ze op 14-13 komen. Ja, en je ziet dat de frustratie een beetje bij de thuisploeg toeslaat. Hè? Dat de passes niet aankomen, dat het te snel wordt geschoten. Wat irritaties oproept. Dus ik denk een goed moment ook om de time-out in te zetten. Om van daaruit even weer de kopjes de juiste kant op te zetten. De 45 seconden van de time-out zijn voorbij. Arantuza lijkt nog iets meer tijd nodig te hebben. Ze springen het water in. En zoals net gezegd, ze mogen eigenlijk direct naar voren zwemmen om die 15 seconden winst te pakken. Nou is de minuut echt voorbij. De bal gaat naar de keeper en het spel is weer begonnen. Lukt het Arantuza om de tijd te keren? Freek van Oorschot speelt hem naar Carl van Erp. En Brian van Breda die mooi in de nieuwe regel gebruik maakt en in die 2 meter gaat liggen. Waardoor hij vanuit die kant in de vrije hoek kan schieten. Ook een lastige beweging voor de keeper, hè, als die bal in één keer over heel de breedte schuift. Want dan is hij altijd een slag te laat. Helemaal als je dan zo'n scherp snel schot hebt als Brian van Breda. Het maakt wel weer dat Arantuza is uitgelopen tot 2 doelpunten. Dus die time-out heeft wellicht goed uitgepakt voor Arantuza. De scheidsrechter ziet een aanvallende fout bij blauw. Waardoor Arantuza snel weg is. Carl van Erp heeft de bal. En hij weet hem erin te krijgen. Zo pikt hij weer mooi zijn doelpuntje mee, Carl. Er wordt weer aan de kant van wit gewisseld. En ondertussen is het 16-3 met nog iets minder dan 3 minuten te gaan. Weet Arantuza deze voorsprong vast te houden? Nou ja, kijk, en als je het verzet wil breken, hè, van een ploeg, dan zijn dit natuurlijk wel de kansen die je dan ook moet maken. Hè. De aanvallende fout, gelijk de lange bal en zonder twijfel het doelpunt maken. En als iets de motivatie omlaag kan halen, dan is dat het wel. Maar
Nou ja, de geeft zich niet gewonnen. Die zullen blijven strijden tot het bittere eind. Met z'n zevenen. Die is toch wel redelijk balvast. Ze probeert die bal bij te houden de hele tijd. En een uitsluiting voor wit nummer 8, Freek van Oorschot. Het is de tweede uitsluiting voor Freek, wat ook maakt dat hij op scherp staat. Nou ja, dat maakt gebruik van de mogelijkheid om nog een laatste time-out in te zetten. Niet ongebruikelijk, hè, als je een wat meer situatie krijgt. Zodat je van daaruit dadelijk gelijk in een goede opstelling kan beginnen. Het gaatje met van Nayade naar Arethusa is 3 doelpunten. Nou ja, 2 minuten 29 te spelen. Dus dit zijn wel van die mogelijkheden die Nayade moet benutten om nog zicht te houden op de overwinning. En vanuitgaande, een aanval duurt 30 seconden. Nou, 2 minuten 29 nog te spelen. Dus de tijd begint te dringen voor de mannen uit Eindhoven. Ja, na zo'n time-out heb je natuurlijk alle tijd om even rustig op te stellen. Iedereen kan zijn gewenste positie innemen waar hij het sterkste is of waar hij zich het fijnste voelt. Of ook waar je tijdens je trainingen natuurlijk het hardst op getraind hebt. Nummer 10, Tom Weersink, die schiet er één in. Komt heel mooi vrij op die tweede paal. Ja, en om de aansluiting te houden is dit ook alles wat ze kunnen doen. Hè? De bal, de kansen die ze krijgen ook gelijk maximaal benutten. Ja, en Arethusa zal nu gewoon zuinig moeten zijn op die bal als ze die voorsprong willen behouden. Dus rustig spelen, goed op balbezit. Kijken of ze de vrije man kunnen vinden. De bal gaat op de mid voor. Roel de Wit probeert er omheen te draaien, maar hij is de bal kwijt. En dan is het toch weer aan Nayade om de tegenaanval in te zetten. Ze zijn snel weg, de bal gaat wederom naar top. Die bal komt eigenlijk iets te ver, dus de paas was niet helemaal goed. Waardoor Arethusa weer de kans krijgt om via een man meer de voorsprong verder uit te bouwen. Maar ook hier is de paas net niet scherp genoeg. Luc krijgt er nog een vrije bal bij. En via de paas op Jip. Hebben ze wel weer een mooi doelpunt. Wat de stand op 17-14 maakt. En nu wordt het toch wel heel lastig voor Nayade om nog die overwinning binnen te slepen. Ja, knappe goal van Jip. Die mooi de instappende beweging maakt. Rustig blijft. En hem van daaruit netjes langs de keeper legt. Jasper hier verovert heel mooi de bal. Gaat 1-1 op de keeper. En ook hier biedt de paal toch weer een uitkomst voor Nayade. Zo zonde, hè? Want je hebt alle tijd. Je hebt een paar slagen afstand van je verdediger. Dat hij dan toch misgaat. Oh, hier wordt een heel mooi snel spel gespeeld door Nayade. Via Laurens gaat hij op kas. En die tikt hem heel mooi achter Max Meijer. Komt wel overeen met een oud gezegde, Sjanneke. Als je hem zelf niet maakt, dan doet de tegenstander het wel, hè? Nou ja, jij zegt het. En nog 1 minuut op de klok is het 17-15 voor Arethusa. Als ze het slim spelen en 30 seconden die bal vasthouden, dan heeft Nayade in theorie nog maar 1 kans om te scoren. In feite mogen ze dit niet meer weggeven. Hè? 2 doelpunten voorsprong met deze tijd. Ja, in feite niet, maar het lijkt nu toch wel te gaan gebeuren. Karel verliest die bal. Nou ja, dat is in het voordeel nu. Er staan nog 40 seconden op de klok. Nou ja, dat lijkt snel weg. V-
Freek maakt de overtreding. Jasper zit er mooi tussen, maar Nayade die blijft in balbezit. Ze hebben deze aanval nog 10 seconden om te scoren. Ja, Martijn Verhoeven mag vrij doorkomen, maar op tijd is Jasper ook alle erbij. En het voordeel van de tijd is in dit geval wel echt voor Arethusa. De 30 seconden zijn voorbij. Arethusa heeft balbezit. En nou is het aan hun om de laatste 8 seconden netjes uit te spelen. En Roel de Weert pikt nog zijn doelpuntje mee. Dat maakt de stand op 18-15. Met nog 5 seconden op de klok kunnen we met zekerheid eigenlijk wel zeggen dat Arethusa deze wedstrijd binnen heeft gesleept. Ja, misschien kan er nog een doelpuntje eruit vissen met nog 5 seconden te gaan. Nog 1 voor de statistieken. Nummer 10 gaat het proberen. En die zit er helaas ver naast. Met nog 1 seconde op de klok zwemt Mak naar de bal. En gaat hij de allerlaatste doelpoging wagen. En die wordt knap tegengehouden door Sjoerd Douwen. Ja, die zich, ondanks dat ze al vroeg met 7 man kwamen te spelen en geen wissels meer hadden, hebben ze toch lang gelijke tred gehouden met de mannen van Arethusa. Ze hebben zich kranen geweerd. De mannen van Arethusa hadden er een zware dobber aan, maar houden toch de 3 punten hiermee in os. De sportieve high-fives worden gegeven. Ja. Genoeg stof voor de coaches om weer mee verder te kunnen naar de volgende competitiewedstrijd. En bij Vlagen zag je van beide teams echt wel gewoon een heel mooi snel spel. En dat is waar we met het waterpolo natuurlijk ook steeds meer naartoe willen. Daar worden de regels ook altijd op aangepast. Hoe sneller het spel, hoe makkelijker en mooier het wordt om te aanschouwen natuurlijk. Nou, deze wedstrijd ten einde is, zal Arethusa zich klaarmaken de komende week voor de wedstrijd van zaterdag 30 september. Die zij spelen tegen Nayade Classic. En die spelen ze in het Sportcentrum voor Studenten in Eindhoven. Wij sluiten als commentatoren deze wedstrijd af. Dankjewel Shanika voor je bijdrage. Ja, jij ook bedankt Richard. En we zien jullie een volgende keer. Brian, vers uit het water. Ja. Volgens mij een stevige pot. Begin volgens mij een beetje lastig om even echt het ritme te pakken. In het begin was het wel lastig in te schatten. Ja, we wilden voornamelijk heel snel spelen. Ging eigenlijk de eerste 2 partjes niet zo heel soepel. Daarna kwamen we wel beter uit de verf. Maar ging niet zoals we hadden gehoopt in het begin. Maar we hebben het uiteindelijk over de streep getrokken en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, je ziet eigenlijk de eerste 3 partjes dat ze toch wel goed bijblijven. Hè. Eventjes liepen jullie iets uit, maar dan komen ze toch weer ik denk 9-8 terug in het derde partje. Eigenlijk in het vierde partje hebben we een time-out. En dan zie je toch even bij jullie wel dat de opleving er is. Wat wordt er dan gezegd?
Ja, voornamelijk gewoon het hoofd erbij moeten houden. Ik begin nou toch aan het eind van de wedstrijd te komen. Ja, dan gaan die punten toch tellen. En op een gegeven moment kwamen ze volgens mij nog op 1 doelpunt afstand. Ja, dat wordt wel heel spannend. Ja, ja absoluut. Wat was jullie gedachte van tevoren van deze wedstrijd? Hoe bereid je zoiets voor? Eerste wedstrijd van het seizoen. Als ik even ga terugkijken 2 weken geleden met de bekerwedstrijd. Dan was volgens mij echt een hele goede pot. Ja. Hoe ga je dan zo'n wedstrijd als vandaag in? Nou, voornamelijk hadden we eigenlijk allemaal heel veel zin. Ik denk dat iedereen wel weer blij was dat het seizoen weer was begonnen. Maar ik denk dat het ook wel weer wennen is. Ik ben nu weer in ieder geval nu weer nieuw erbij. Dus ook weer wennen voor hun. Ja, dan probeer ik een beetje aan te sturen op het tempo. Ja, je ziet nu gewoon weer, het is nu gewoon weer wennen aan elkaar, gewoon weer opbouwen. Eigenlijk wat je vorig jaar voornamelijk weer mee zei geëindigd. Ja, na het seizoen zakt het weer een beetje in en nu moeten we weer opbouwen tot boven het niveau van volgend jaar. Absoluut. Je geeft het zelf al even aan. Na 3 seizoenen terug bij Aretusa. Hier de jeugdopleiding genoten. En 3 jaar bij PSV in Eindhoven gespeeld op eredivisieniveau. Wat is dan, kom je dan terug naar hier om toch dit de club met veel ambitie hoger op te helpen? Of zeg je van, ik wil gewoon nog lekker waterpolo blijven spelen? Nee, je speelt altijd wel gewoon om te winnen en om in ieder geval soms een prijs te pakken en het beste eruit te halen. Dus daarvoor kom ik hier sowieso. Het is gewoon ook mijn clubje, dus ik had het ook wel gemist. En daarnaast was het ook wel met mijn opleiding wat makkelijker om dicht bij huis te zijn. Ja. Maar ik kom hier zeker gewoon weer om het beste in ieder geval in Aretusa naar boven te halen. Ja, volgens mij is dat ook bij iedereen ook wel echt de wens. Je ziet ook wel gewoon de wil om te winnen. Je trekt zo'n wedstrijd dan toch over de streep. Dus ik denk dat dat zeker wel naar meer smaak met deze start van het seizoen. Nog iets wat je nog wil toevoegen aan deze wedstrijd. We misten nog een aantal spelers. Mats was er niet. Heeft dat dan nog consequenties voor zo'n wedstrijd? Is hij een speler die je dan op zijn dag wel mist? Nou, je mist je aanvoerder natuurlijk altijd wel. Zeg, misschien is hij niet altijd even spraakzame jongen, maar hij is toch wel in het veld van iedereen de vriend. En ja, dan mis je toch wel zo'n gast die ook dan rustig aan de bal is en ook wel het team aanstuurt. Misschien merk je dat niet altijd, maar hij is heel belangrijk. Ja. Ja, absoluut. Dus dat is ook wel gewoon dat we mee kunnen nemen, denk ik, uit deze wedstrijd. Dankjewel. Succes verder tijd van dit seizoen. We zijn er nog vaker bij met de thuiswedstrijden, dus misschien hebben we je nog vaker aan het woord. En dan tot de volgende. Dank u. Dankjewel. We zijn hier nu aan het einde van... trouwens, we zijn nog niet aan het einde, want we hebben nog een interview met de tegenstander. Dus die gaan we daar eventjes bij roepen. Misschien dat iemand even de deur kan openmaken en dat hij bij ons kan komen. We speelden vandaag tegen Najade en zij komen altijd in jasje dasje, zoals ze dat altijd zeggen. Hè. Dus je hebt bij deze je dasje aangedaan. Absoluut. Ik denk voor jullie lange tijd kon je echt de druk op de wedstrijd houden en vechten voor deze overwinning. Leg eens uit, hoe zijn jullie de wedstrijd ingegaan? En ik denk tot en met het derde patje, was het echt spannend. Waarop komt dan toch die wedstrijd in een andere plooi voor jullie? Waarop je in een andere plooi komt? Mooie term. Ja. We begonnen inderdaad wel goed. We hadden maar 8 man bij ons, omdat we hebben sowieso maar 9 man in het team. 5 nieuwe mensen in het team ook dit jaar, dus we moeten nog even inspelen ook. En op een gegeven moment heb je in de tweede periode al 1 man met 3 peetjes. Ja, en dan gaat het snel achteruit natuurlijk. En op conditie kan je niet winnen van 11 man of 12 man, als je met z'n 7e ligt. Ja. Dus ik denk dat dat wel een grote factor was. Absoluut, want jullie hadden echt scorend vermogen. Er werd ook veel gescoord aan beide kanten. Constant dicht bij elkaar. Ja, dan was het voor Aretusa even wel nood aan de man in het laatste padje om dan toch nog dat trapje erbij te zetten om jullie te verslaan. 1 keer uit de man meer situatie, dat dan iemand blijft liggen en dat dan ook aan Aretusa kant. Dat is afgesproken werk, dat snappen. Maar dan is het wel mooi dat zulke dingen wel lukken dan op zo'n moment. Klopt. Ja. Hoe gaan jullie het seizoen in? Wat is jullie doelstelling? Of is het voor jullie gewoon lekker waterpolen, we met z'n allen veel plezier maken en proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen?
Ja, tuurlijk, dat is altijd het doel. We hebben eigenlijk één groot doel, dat is 9 december. Dan spelen we tegen Nyon de Classic. Dat is een vereniging waar allemaal oud-leden van ons zitten. Dus we hopen in ieder geval die te winnen. En ja, verder handhaving in de derde klasse bond. Dat is ons doel. Kampioen worden, dat gaat allemaal niet meer worden, ben ik bang. Want, dus we zijn net begonnen. Ja, 2 verlieswedstrijden in de eerste 2 potten. Ja, dat klopt. Er is nog één vraag die mij reist. Jullie hebben 2 Koenen in het team. 1 Mini Koen en 1 Koen Kardashian. Kun je dat uitleggen? Nou, we hadden vroeger, vorig seizoen hadden we 3 Koenen in het team. Dus we hadden Krelis, Mini Koen en Koen Kardashian. Ja, Mini Koen omdat het de kleinste van de 3 is. En Koen Kardashian, nou ja, omdat het Koen Kardashian is. Niet een specifieke reden bij. Nee. Gewoon leuk. Jullie hebben ook nog mensen die je met een andere naam noemt als dat hij in werkelijkheid heet. Dat ontstaat gewoon tijdens een drankje? Een drankje, tijdens een drankje. Nou, laten we het daarop houden. Helemaal goed. Hey, heel erg fijn dat jullie hier bij ons te gast waren. En ja, super knap gespeeld. Helaas geen overwinning voor jullie. Wij zijn natuurlijk blij dat we die overwinning pakken. Wat vind je nog van de entourage wat we hier vandaag hebben? Ja, natuurlijk altijd leuk om te spelen voor het publiek. 5 camera's erop. Moet goed in beeld zijn gekomen, denk ik. Dus ja, leuk om het mee te maken. Absoluut. Nou, het is ook allemaal straks terug te kijken bij ons op de website. En de links zullen gedeeld worden via de social media's. En dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Super, dankjewel. Dit was het voor vandaag. Voor ons een spannende dag, denk ik, om hier dit live allemaal uit te zenden. Voor velen ook met commentaar geven de eerste keer dat men dit doet. Dus hulde aan iedereen, denk ik. Volgens mij is het heel erg succesvol. Ik wil nog één ding meegeven. We doen dit samen met livestreambus.nl. Mochten er verenigingen zijn die dit die meer informatie willen, hoe wij dit als Arethusa hebben opgenomen, dan kunnen jullie daar ons via mail ons, probeer ons via de socials te benaderen en wij zullen daarop antwoorden. Dus voor ons is het een hele mooie tool om onze sponsoren extra in het licht te zetten. En ook met de doelstellingen die we hebben als vereniging, denk ik echt iets moois. En ook we proberen daarbij ook gewoon de wedstrijden netjes in beeld te brengen. En dankjewel. Dit was het voor vandaag. En we zullen alle thuiswedstrijden van Arethusa Dames 1 en Heren 1 zullen we gaan uitzenden. Dus volg ons via de social media's. Daar zullen we de link die er dan zijn delen. Dus dankjewel, fijne avond en einde.